Het idee van mij, van Barbazil, is eigenlijk vooral uit de ergernis ontstaan. En dat was van, ja, ik geniet graag een keer van een cocktail. En toeval was ook wel, het was de mojito, de hype van de mojito was het. Dat ik merkte dat ik eigenlijk meer in de keuken stond cocktails te maken voor mijn gasten, dan dat ik eigenlijk zelf bij mijn gasten zat. En dat stoorde mij, telkens die tijd dat ik in de keuken daar stond. Ik dacht, dat moet sneller kunnen. Dus vandaar dat ik eigenlijk beginnen spelen ben met het idee om die kant-en-klare cocktails te gaan produceren en in buisjes of in grote flessen te geven.